Welkom hier bij de vijfde in de serie webinars over gezonde toekomst dichterbij. Deze gaat over participatief actieonderzoek. Mijn naam is Esther van der Voort en ik ben vandaag weer je dagvoorzitter. En ik ben heel blij dat ik hier in de studio kan zitten met natuurlijk op keurige afstand twee bijzondere dames, namelijk Monique en Lenneke. We gaan dit met elkaar doen. Hè? Monique, mag ik jou als eerste het woord geven? Ja. Nou ja, fijn dat we hier weer zijn. Inderdaad, de vijfde in de reeks. Dit komt door ons programma Gezonde Toekomst Dichterbij, wat wij als FNO hebben gehad de afgelopen 5 jaar. En waarbij we eigenlijk hebben geïnvesteerd in het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij gezinnen. En daar hebben we allerlei initiatieven op gefinancierd. En we hebben daar ook heel veel lessen van geleerd. Dat is een heel onderzoek rondom geweest. Dat is ook, daar vertelt Lenneke denk ik straks nog wel meer over de methodiek die we daar gehanteerd hebben. Maar wat we daarin zagen is dat er ook heel veel lessen zijn die eigenlijk voor andere mensen heel interessant zouden kunnen zijn. En omdat wij best wel veel participatief actieonderzoek hebben gefinancierd en dachten we, leek het ons goed om één van de webinars ook in dat teken te stellen. Ja. Dus daar zitten we vandaag voor. Ja. En ik ben heel benieuwd, want we hebben echt mooie voorbeelden. Ja. En ik hoop dat we over het voetlicht kunnen brengen wat je eraan kunt hebben. Ja, ik weet het bijna zeker dat dat goed gaat komen. Ik wil heel even kort, want we hebben het over gezonde toekomst dichterbij. Dat loopt ten einde, maar aan het einde meer daarover straks van de webinar. Maar even een klein tipje van de sluier. Ja, we hebben dus 5 jaar het programma gehad. Dat eindigde eigenlijk 31 december van het vorig jaar. En we zijn nu eigenlijk net in de startblokken voor een nieuw programma. Maar daar zal ik dus straks nog even iets over stellen. Het blijft wel weer de gezondheidsachterstanden verminderen bij gezinnen. Dus dat is waar wij nog weer aan gaan werken de komende jaren. Nou, super fijn. Je bent er de hele tijd bij. We hebben vragen tussendoor. En je probeerde al niet het gras voor Lenneke de voeten weg te maaien. Ik dacht, ik moet niet te veel te vertellen. Want Lenneke, jij bent hier. Je bent in een van de eerdere webinars ook al geweest. Toen hebben we het echt gehad over de uitkomsten van projecten. Maar deze gaat echt over het onderzoek. Ja. En heel fijn dat je erbij bent. We gaan dit samen doen. Hè. Dus ik ben de dagvoorzitter, maar inhoudelijk deskundige en vanuit FNO ook. Dus we doen het met elkaar en we doen het met jou. Dus als jij vragen hebt, doe ze in de chat. Dan proberen wij ze te verwerken in het programma. Dat is de bedoeling wat we gaan doen. Zullen we eerst maar, je wilde eigenlijk eerst maar eens even de stemming peilen bij de mensen. Ja, dat lijkt me voordat we überhaupt iets gaan zeggen over het participatief actieonderzoek. Ja, ik denk dat het goed is om even te weten wie er inderdaad hier allemaal naar ons zitten te kijken, wat ze doen en of ze al iets aan participatief actieonderzoek doen. Dus we hebben een aantal polls en het zou leuk zijn als iedereen die ook beantwoordt. Ja, nou, ik zou zeggen, de eerste zetten we voor. De eerste poll, die staat al open en ik zie dat er al druk gestemd wordt. Heel goed. Dus dat is heel goed, dat is heel fijn. Ik wacht nog heel even, want ik zie dat er nog iets, het is natuurlijk een ingewikkelde vragen, hè? Want de eerste vraag is, wie werkt er al met een PAR? En dan moet ik wel even zeggen, PAR, wat is dat dan? Ja, participatief actieonderzoek, maar waar is die R dan van? Ja, research, dat is dan een beetje, het duurde bij mij even voordat ik erachter was, dus ik deel het maar even met de mensen thuis. De uitslag van de eerste poll, die wil ik eigenlijk wel gedeeld hebben. 63% zegt ik nog niet en 37% zegt ik al wel. Nou, dat is ontzettend leuk, want dan is er veel ervaring van bij de mensen die kijken in ieder geval. Ja, dus, en ik ook veel interesse. Interesse sowieso. Bij de mensen die het nog niet doen. Dus dat is ook interessant. We gaan er straks wat verder op in, maar we wilden de tweede vraag aan jullie voorleggen. Als je het nou hebt over een PAR, participatief actieonderzoek, wie doet er dan het onderzoek? Is dat de onderzoeker, de professional of zijn dat de gezinnen? Nou, zei je al, Lenneke. Je kan voorspellen dat wetenschappers hier lastig kunnen kiezen, denk ik. Zit je nou achter je bureau en denk je, het is misschien wel alle drie. Of die keuze heb je dus even niet. Dus dan maar even de keuze invullen waarvan je denkt, dat zou het allerbeste zijn. Als daar het onderzoek ligt. Je moet een keuze maken. Ja, of niks invullen, maar dat is niet zo leuk. Nee. Er beweegt nog iets. Ik wacht nog heel even. Ja, je zei al, mensen hebben moeite met deze keuze. Dus deze laten we ze iets langer doen. Ja. Wat hoop jij dat ze zeggen?
Ja, ik hoop eigenlijk zelf dat... Kan je ook niet kiezen eigenlijk? Nee, ik ben ook soms een onderzoeker. Maar ik hoop dat heel veel mensen zeggen dat eigenlijk de mensen waar het om draait, dat die, aan zet zijn. Ja, ja, nou, we gaan de uitslag delen. Ja. En ik moet je zeggen, Lenneke, nee. Dat is niet het geval. 21% volgens mij, ik kan net niet helemaal het getalletje zien, zegt het gezin. 28% zegt de professional. Oh, beide 28%. En 43% zegt de onderzoeker. Ja, interessant. Ja, ja, ja. Nou, daar gaan we het nog over hebben straks. Zeker. En dan de laatste poll die we hebben. Dat is een beetje een, er is wat controversie over participatief actieonderzoek. Dus we vragen het maar gewoon aan jullie thuis. Hè? En de stelling is dan, PAR is helemaal niet wetenschappelijk. Is helemaal niet wetenschappelijk. Nou, dan kan je dus kiezen uit dat klopt of ik vind het wel wetenschappelijk. En ook hier zullen de onderzoekers vast weer bij denken, als en bij allerlei voorwaarden. Ja, maar we hebben maar twee keuzes. Ja. Wat denk je hoe de verhoudingen liggen? Wat is jouw inschatting? Ik zie hier al wat gebeuren. Ik denk dat een heleboel mensen het wel wetenschappelijk gaan stemmen. Ja, dat heb je heel goed gezien. Ja. Kunnen we de uitslagen delen? Want maar liefst 87% zegt gewoon, ja, ik vind het dus gewoon wel wetenschappelijk. Ja, ja. Nou, prachtig. Ja, toch? Ja, hartstikke goed. Je gaat helemaal... ik ga ervan glimmen. Ja. Believers, denk ik. Ja, believers in de room. Ja. Maar goed, laten we eerst even, want dat een PAR, participatief actieonderzoek, wat is dat? Ja, nou, als je het over PAR hebt, dan gaat het vooral over dat je probeert kennis en actie goed te combineren. Dus aan de ene kant ga je goed kijken van, hé, wat gebeurt er nou? Je probeert de situatie te begrijpen. Maar tegelijkertijd gaat het er ook om dat je probeert die situatie te veranderen. En vaak is het dan zo dat die onderzochten en onderzoekers heel duidelijk met elkaar samenwerken. En samen optrekken en ook gelijkwaardig zijn. En je hebt allerlei type kennis. Hè? Je hebt ervaringskennis of beleidskennis, wetenschappelijke kennis. En dan is het niet zo dat een bepaald type kennis meer waard is, maar dat je probeert dat samen te bundelen en dat samen tot ook een verandering leidt. Dat is eigenlijk het idee bij participatief actieonderzoek. En daardoor, doordat je dat zo doet, gaat het ook vaak zo zijn dat mensen daarvan gaan groeien, ontwikkelen, een stukje empowerment van dat type onderzoek. Even voor mijn begrip zeg je dan de mensen die dus meedoen aan zo'n onderzoek. Dus ja, zeg maar, je betrekt beleidsmedewerkers en je betrekt bewoners. Dat die door deel te nemen aan dat onderzoek en dus samen te ontwikkelen en te groeien, dat ze zelf ook een stap maken. Dat klopt. Ja, nee, dat zie je vaak in. Dat is ook het idee daarachter. Dat ze, doordat je zelf betrokken bent en gaat nadenken over wat willen we nou onderzoeken, welke doelstellingen hebben we, ook eventueel hoe gaan we dat nou doen, dat ze. Eigenlijk iedereen groeit in dat hele proces. Dat is heel erg mooi. En zal ik nog wat vertellen over? Dat gaan we doen. Maar ik wel interessant vind, wat ik even wil benadrukken. Want kijk, een heleboel projecten binnen Gezonde Toekomst Dichterbij, die hebben gewerkt met een participatief actieonderzoek. Ja. Nou gaan we het niet hebben over de uitkomsten van die projecten. Nee. We gaan het echt hebben over het onderzoek. Ja. Nou, en dan is het nog redelijk simpel te bevatten. Je hebt een project en dan doe je participatief actieonderzoek. Ja. Maar, Monique schetste het net al een beetje, er was ook, ik noem het maar even, een meta-participatief actieonderzoek. Dat moeten we ook alvast nog even noemen, want kan je dat even uitleggen wat daar is gebeurd? Ja, dat klopt. Want wij deden met een aantal partijen het overkoepelende onderzoek, zou maar zeggen. Dus wij keken over al die projecten heen. Hebben wij dan gekeken van wat heeft het opgeleverd en wat waren de mechanismen? Nou ja, daar hebben we het vorige keer uitgebreid over gehad. Maar wij kregen de vraag van zou je dat willen onderzoeken? En wij hebben daar toen een voorstel voor ontwikkeld en we zeiden dat willen we wel doen. Maar dan vinden we het ook belangrijk als in het programma participatie zo belangrijk is, dat we dit onderzoek ook insteken op een manier die ook participatief is. Dus dat willen we samen met de projecten doen, met de projectleiders, met professionals en de gezinnen zo goed mogelijk vorm te geven, zodat we ook samen zo kunnen leren. En dat we dus al die kennis, ervaring die vaak
die vaak niet zo expliciet is, ook niet in voorstellen en zo, dat we die proberen echt naar voren te halen en te gaan onderzoeken. En daartoe hebben we ook gewerkt, echt met participatieve methoden van onderzoek ook, met betrokkenheid en ook gezorgd dat wat wij vonden of leerden ook snel weer teruggekoppeld werd, zodat daar stappen konden worden gemaakt. En we hebben ook gebruik gemaakt van waarderend interview, dus echt op een positieve manier kijken van, wat werkt er nou, waar kunnen we op voortborduren en noem maar op. Dus dat was de vorm zoals wij naar die projecten hebben gekeken. Ja. Dus ook geprobeerd dat ook zo participatief mogelijk in te vullen. Wat natuurlijk lastig is omdat we op dat metaniveau zetten. Maar toch geprobeerd hebben dat op die manier ook vorm te geven. Ja. Ja. We gaan straks ook nog kijken naar, gaan we het over hebben. Hè? Als vierde voorbeeld waar we het over gaan hebben. Dan had ik eigenlijk nog een vraag van wanneer, want we gaan het ook nog hebben over wanneer zet je nou zo'n participatief actieonderzoek in? Ik denk als je het ook belangrijk vindt dat er zaken gaan veranderen en dat je dat ook wil inbedden, want als je het ook samen met de mensen doet, heeft dat ook een voordeel. Mm-hmm. Dan past dat participatieve onderzoek ook heel goed. En in dit geval, door het soort programma, past dit ook heel mooi. Omdat vanuit Fonds en Oren was ook van, we doen het samen, we doen het integraal, we doen het met de mensen die het betreft. Nou, bij zo'n soort programma, en ook denk voor het vervolgprogramma, past dat gewoon heel mooi om daarin samen op te trekken en met al die partijen te leren en stappen te maken. Ja. Nou, klinkt gewoon alsof het perfect is, eigenlijk. Ja. Maar er zijn vast dingen waarvan je zegt, nou, dit werkt wel en dat werkt minder. Ja. Klopt. Nou, wat heel goed werkte was dat we door deze manier het onderzoek te doen, dat we het goed konden toespitsen op de doelstellingen van de projecten zelf. Ieder project had zijn eigen dynamiek, zijn eigen context. En dat je kan zeggen van jullie weten zelf het beste wat je wilt doen, wat je doelen zijn. En er waren ook bij al die projecten zelf onderzoekers die op hun eigen manier gingen meekijken. Wij gaan niet zeggen iedereen moet hetzelfde meten om te kijken in dat overkoepelende onderzoek. Hoe gaat dat nou? Dus dat maakte dat heel mooi. Dat kan eigenlijk helemaal niet als het participatief is. Hè? Dan kan je dat niet stellen eigenlijk. Dat is eigenlijk ook best wel lastig. Ja. En wat we ook daardoor wat lukte, was dat je ook die ervaringskennis en zo, dat je die veel meer expliciet weet te maken op deze manier. En dat lukte ook heel mooi. En vanuit FNO kreeg je ook iedereen heel erg de ruimte om het zelf op hun eigen manier in te vullen. Dus dan is het ook mooi als je het onderzoek wat je doet daarin meebeweegt en daarin kunt schakelen, zou maar zeggen. Dus ik heb echt wel het gevoel dat we ook met z'n allen, wij ook, iedereen heeft, we hebben geleerd, gereflecteerd en we hebben steeds stapjes vooruit gemaakt. En ik ben ook heel erg trots en vind het mooi dat in het nieuwe programma een aantal van die lessen ook weer gewoon worden doorgepakt en dat ook verder zijn doorgang vindt. Ja. Dus dat is mooi. Ja. Ik zat even te denken, we hadden hier net het voorgesprek en Monique die riep nog van, het onderzoek is toch gewoon hoe we moeten werken? Ja. Ontstond een soort discussie tussen jullie van, is het nou onderzoek of wat zijn we nu? Het is dat is inderdaad een ingewikkelde, omdat je wilt het graag participatief doen. Dus je wilt soms denken, bij ons zit het zo in de genen. Als je bijna denkt, is dat dan echt een onderzoek? Nee, zei Lenneke, dat is ook een onderzoek. Dus het is wel inderdaad dat je soms er ook even weer bewust van moet zijn. Omdat het gewoon lijkt gewoon een werkwijze te zijn. Maar het is dus heel mooi, want wat Lenneke ook zegt, omdat het in jullie DNA zit. En ik wil daar nog wel iets aan toevoegen rondom die projecten. Want dat is misschien ook nog wel een goede. Want die projecten kregen inderdaad wel ruimte. Iedereen moest wel evalueren. En een heleboel deden dat op een participatieve manier, denk ik. En dat geeft voor jou als in dit geval waren wij dan natuurlijk voor al die projecten die we straks gaan zien, de subsidiegever, geeft er ook wel uitdagingen. Want je moet dan ook durven mee te bewegen. Want iemand heeft dan misschien een plan gemaakt voor het eerste jaar. Maar als blijkt dat het al onderzoekende beter lijkt om in het tweede jaar net iets anders te gaan doen, dan moesten wij ook denken van dan gaan we dus niet meer precies alle doelen die je eerst had, die moet je dus ook mee. Dus wij moesten daar ook in meebewegen. En dat merkte ik, dat leer je ook al. En je merkt steeds meer van, we hebben een soort stip op de horizon, die moet helder zijn. Daar werken we naartoe en de weg daarnaartoe, die verkennen we met z'n allen. En als je beredeneert, als subsidieaanvragen bij ons afwijkt, dan bewegen we mee. Ja. En dan moest je, dus die kaders moeten helder zijn, maar dan moet je wel mee en dan leer je het meest. Dat is een beetje wat ik ervan heb opgestoken in die zin.
Nou ja, dat is ook eigenlijk wat je zei aan het begin. Ook mensen die meedoen, die leren dus ook weer. En het gaat niet alleen om bewoners die meedoen aan een project, maar dus ook... Ja, dit is bijvoorbeeld voor ons. Hoe doe je dat dan? Dat vond ik in het begin heel spannend. Denk van, ja, je kunt dat wel willen. Maar hoe beweeg je dan goed mee? Ja. Dus daar leer je dan ook weer van. Ja, ja. Mooi. Ja. Ja. Nou, we gaan er induiken. En dat gaan we doen aan de hand van vier... projecten. Leuk. Die we gaan bespreken. We hebben daar vier onderzoekers voor die bellen in. Nou, en een ervaringsdeskundige. Dus we hebben vijf inbellers. En we hebben daar categorieën in gemaakt. We gaan namelijk kijken hoe werkt een PAR bij als je dat doet met een project waar kinderen bij betrokken zijn. We gaan kijken hoe dat dan gaat in relatie tot beleid. Je werkt veel met gemeenten samen. Hoe verhoudt dat zich? Hoe gaat dat als je met heel veel professionals te maken hebt? Maar we gaan ook kijken hoe werkt zo'n PAR dan als je met ervaringsdeskundigen om tafel gaat. Dus in die volgorde gaan we projecten langs. En we gaan dus de onderzoekers aan het woord horen. En nou ja, vragen van u thuis en van ons hier aan tafel. Oh, er ligt... ik heb een vraag. Nico die zegt, ligt hier niet een addertje onder het gras? Dat je toch te veel een agenda hebt en nog een bepaalde uitkomst wilt zien? Nou, dat is op zich een goede vraag. Ook een beetje in aanraking waar Monique mee eindigde. Dat er natuurlijk wel een zeker doel was uiteindelijk wat je wilde. En dat was ook iets wat lastig was. Want je kan niet alles helemaal loslaten. Hè? Dus daar hadden wij vaak ook gesprekken ook over. Van we willen wel ergens naartoe. Dus hoe participatief is het dan echt? Hoeveel ruimte is het dan echt als iemand, als er echt totaal andere ideeën komen? Wel een goede vraag. Ja. Dat je daar ook realistisch over moet zijn wat daarin wel en niet kan. Want er zitten nog natuurlijk, je hebt bepaalde afspraken gemaakt in zo'n project om bepaalde dingen te doen. Dus er zit wel ruimte in, maar ook wel. We hadden ook wel duidelijke kaders. Hè? Ja. Het moet om gezinnen gaan, bijvoorbeeld. Of het moeten we de wonen samen. Nou ja, dat is natuurlijk een voorwaarde. Ja. Dus er zijn allerlei kaders wel geweest. En daartussen moest je leren bewegen. Ja, ik vind het, want hij vult nog aan. Durf je echt met een leeg blaadje te beginnen? Leuk, Nico, dat je zo lekker scherp bent. Ja, ik weet niet of Stef al meeluistert, maar hij is straks de tweede spreker die we laten inbellen. En ik heb het hier met hem over gehad. Dus Nico, zorg dat ik het dan ook nog even aan hem vraag. Maar we beginnen eerst met PAR. Hoe gaat dat met kinderen? En daarvoor hebben we Manu als inbeller. Manu, ben jij al bij ons op de lijn? Ja, goedemiddag. Hi Manu. Wat fijn dat je tijd voor ons hebt. En ontzettend leuk ook. Want vertel je eerst jezelf even voor. Laten we daar eens mee beginnen. Ja, ik ben Manu Anselma. Ik werk nu als onderzoekster bij het Amsterdam UMC, locatie VUMC. En tijdens het project voor FNO werkte ik ook al bij het VUMC en bij Kids Actief. Dat is een sportieve buitenschoolsopvang. Ja, en jij hebt dus het project participatief onderzoek met kinderen gedaan. Voordat we daarover gaan hebben, in mijn voorgesprek met jou, heb je me wel heel duidelijk gemaakt dat je soms wel nog wel eens verbaast over de verwarring die er is in het onderzoeksveld over wat is nou een participatief actiegericht onderzoek. Daar wilde je toch nog even de nadruk op leggen, want wat kom je tegen voor misvattingen? Ja, het was wel interessant wat Lenneke net al in het begin zei, dat inderdaad echt het actiestukje dat heel belangrijk is voor participatief actieonderzoek. Maar de term PAR, wat sommige mensen denk ik verwarren met dat staat voor participatief onderzoek. Dus heel veel mensen die zeggen dat ze PAR doen en dan doen ze wel participatief onderzoek. Dus ze werken wel echt samen met bijvoorbeeld met kinderen of met patiënten. Maar ze passen eigenlijk niet dat actiestukje toe. Dus er vindt geen actieontwikkeling plaats. En dus ook niet echt een verandering van de situatie. Dus dat is denk ik wel echt een belangrijke, dat als je participatief actieonderzoek wil doen, of als je daar geïnteresseerd in bent, dat je dus ook wel echt heel goed kijkt naar het toepassen van het stukje actie. Manu, het is prachtig hoe jij dit antwoord nu geeft. Want Simone stelt dus letterlijk vlak voordat jij begint met praten de vraag, is er een verschil tussen participatief actieonderzoek en niet participatief actieonderzoek? Nou ja, jij hebt nu vooral uitgelegd dat het verschil zit in de actie. Hè? Dus je kan participatief onderzoek doen, maar het gaat om die actie in dit geval. Ik zou wel heel benieuwd zijn wat voor voorbeeld Manu daarvan heeft. Heb je een voorbeeld, vraagt Monique. Hoe je dat actie, hoe je die actie dan inzet. Je kan bijvoorbeeld, als je eigenlijk hetzelfde doet als wat wij hebben gedaan. Dus je doet onderzoek samen met kinderen. En je gaat echt kijken van oké, wat zijn dingen die ze willen veranderen in de wijk.
Dus dat je eigenlijk het hele voortraject doet, maar hetgene wat je oplevert is een rapport. Ja. Dan gebeurt er eigenlijk niks met het onderzoek wat je gedaan hebt samen met de kinderen. Dus dan dat stukje actie, dat doe je dan niet. Dus dan doe je wel participatief onderzoek, ja. Alleen het eindproduct is anders. Ja. En kun je dan een voorbeeld geven van hoe jullie zo'n actie bijvoorbeeld hebben uitgevoerd? Zou je de vraag willen herhalen? Ik versta me namelijk niet. Nou, want je hebt, ten eerste heb je het onderzoek gedaan met kinderen. Hè? Dus ik zou wel leuk vinden als je straks nog even uit wil leggen waarom je specifiek voor deze kinderen hebt gekozen. Maar Monique vraagt, kan je dan ook een voorbeeld geven van hoe die acties, wat je dan hebt gedaan met die kinderen en waar dat in heeft geresulteerd? Ja, die kan ik eigenlijk wel samen nemen. Dus wat we hebben gedaan is dat we dus eerst echt samen met de kinderen onderzoek hebben gedaan. Dus de kinderen die mochten dan ook echt zelf een onderzoek uitvoeren. Dus die hebben bijvoorbeeld foto's gemaakt in de wijk, of die hebben zelf vragenlijsten gemaakt of interviews gedaan. Die ze dus dan echt zelf samen met ons ontwikkelden. Dus wel belangrijk ook dat wij leerden de kinderen wel eerst ook bepaalde onderzoeksvaardigheden. Mm-hmm. Hebben de kinderen zelf onderzoek gedaan. Die resultaten die hebben we samen met de kinderen ook geanalyseerd. Dus ook echt, de kinderen konden dus ook echt zelf die evaluatie doen. En gebaseerd daarop hebben we gekeken van oké, dit zijn de problemen die jullie hebben geïdentificeerd. Wat voor ideeën hebben jullie om hier verbetering in teweeg te brengen? Die ideeën die moesten ze dan wel ook, want wij werkten met groepjes kinderen samen, dus één groepje kinderen per school, ongeveer 6 tot 8 kinderen per school. Maar die kinderen moesten dan hun ideeën dan wel ook weer terugkoppelen bijvoorbeeld naar hun klasgenootjes, want het is wel belangrijk dat de 8 kinderen waar wij mee samenwerkten, dat zij kunnen natuurlijk niet voor alle kinderen spreken, dat moeten ze wel dan ook weer bij de andere kinderen navragen. En dan zijn we de beste ideeën die wij ontwikkeld tot acties. Dus echt oké, wat kunnen we nou echt in de praktijk veranderen om het probleem aan te pakken. En die beste acties die hebben we dan ook daadwerkelijk geïmplementeerd in de wijk. Ja, mooi. En want die kinderen waar je hebt specifiek gekozen voor een bepaalde wijk, hè? Kan je zeggen waarom je deze wijk hebt gekozen? Ja, dus wij werkten. Kids Actief is begonnen in Amsterdam-Noord. En Kids Actief had al goed contact met de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord. In Amsterdam heb je allemaal stadsdelen, dus dat zijn eigenlijk een soort van subgemeentes. En met het Stadsdeel Noord hebben we al bij de aanvraag van dit project hebben we al gekeken van oké, wat is nou een wijk in Amsterdam-Noord die heel veel kan profiteren van zo'n project. Dus als je een participatief actieonderzoek doet, dan kunnen kinderen die kunnen daar heel veel van leren, maar dus ook de omgeving rondom die kinderen die kan heel veel groeien. En had de gemeente die had dus samen met ons gekeken, wat voor wijk kan hier veel van profiteren. En de wijk die uiteindelijk is gekozen, die had bijvoorbeeld hoge overgewichtcijfers. Dus er was verschillende gezondheidsproblematiek, maar bijvoorbeeld ook een gevoel van onveiligheid. Dus er waren verschillende problemen gaande in de wijk, waardoor we samen zoiets hadden van dit is echt een wijk die echt veel kan nodig heeft. Ja, mooi. Maar ik hoor je, het is jouw project, hè? Dus je zit er helemaal in. Dus voor jou is het allemaal vanzelfsprekend. Maar ik hoor jou dingen zeggen als, die kinderen die gaan een onderzoek doen en een enquête. En dan moeten ze even afstemmen met hun klasgenoten. En dan vervolgens moeten ze een plan maken, dan moeten ze presenteren. Ja, dat zijn nogal vaardigheden voor kinderen. Hoe ga je daarmee om? Hoe begeleid je dat? Wat zie je, wat gebeurt er met die kinderen? Ja. Als ik bijvoorbeeld het voorbeeld kan nemen van een interview, dan gingen wij dus inderdaad wel de kinderen dus ook de vaardigheden leren van hoe doe je nou een interview. Dus dan was bijvoorbeeld, vraag 1 was dan, weten kinderen bijvoorbeeld het verschil tussen een gesloten en een open vraag? Want als je inderdaad in een interview een gesloten vraag stelt, dan krijg je heel weinig terug. Dus dat was bijvoorbeeld dus iets wat we met ze doorliepen. Maar ook dat bijvoorbeeld dat we met de kinderen doornamen van oké, wat je het eerst moet doen als je met iemand wil praten, is dat je wel om toestemming moet vragen of diegene wel wil meedoen met je interview. Dus dat was inderdaad, daar hebben we dus inderdaad dan ook echt meerdere sessies dan aan besteed. Aan dus het echt het leren van zulke vaardigheden, ook het oefenen. Dus dan gingen ze ook echt op elkaar, gingen ze dat eerst oefenen voordat ze dat dan echt in de wijk bijvoorbeeld gingen doen. En soms dan vlogen we bijvoorbeeld ook externe mensen in. Dus bijvoorbeeld mijn professor bij het VMC, die is dan ook wel eens mee geweest om dan weer vanuit haar expertise dan de kinderen weer iets bij te brengen.
Dus dat is ook wel echt wat je dus ook wel echt met participatief actieonderzoek hebt. Dus dat je ook wel echt, echt sessies moet inrichten om echt om aan de skills van kinderen te werken. En vandaar dat kinderen dus ook echt heel veel kunnen leren van het meedoen in zo'n onderzoeksproject. En wat zie je dan? Wat gebeurt er dan met zulke kinderen? Zie je ze opbloeien? Of? Wat we bijvoorbeeld vanuit de procesevaluatie hebben geleerd en gehoord van leraren, is dat ze dus bijvoorbeeld ook zien dat in de klas dat kinderen ook communicatief veel vaardiger zijn geworden. Dat kinderen die bijvoorbeeld eerst wat meer verlegen waren, dat die nu ook echt meer leiderschap laten zien in de klas. Omdat ze bij ons, dan werken ze natuurlijk in een kleine groep. Dus dan durven ze misschien meer. Nou, ze leren natuurlijk heel veel. En dat, in ieder geval dat leerkrachten dus ook echt aangaven dat ze dat ook echt terugzien in de klas. Dat kinderen dus ook meer van zichzelf durven te laten zien. Ik krijg een opmerking binnen van Lisa, die zegt: in mijn onderzoek heeft het me verbaasd hoeveel kinderen kunnen in bijvoorbeeld de dataverzameling of analyse. Waarom zijn professionals en onderzoekers altijd huiverig om dit samen met kinderen te doen? Herken jij dat, dat mensen daar huiverig voor zijn? Ja, dat heeft denk ik verschillende redenen. Ik denk over het algemeen worden we als onderzoekers worden we opgeleid als in dat, nou ja, wij zijn de onderzoekers, wij hebben ervoor gestudeerd, dus wij weten het. Dus ik denk dat het voor ons onderzoekers is het denk ik van origine lastig om anderen ook als expert te zien en ook echt als onderzoeksexpert. Mm-hmm. Daarbij denk ik nog specifiek met kinderen, daar hadden wij het ook in ons vorige gesprek over, dat als onderzoeker, nou ja, ik heb nooit geleerd om echt met kinderen om te gaan. Dus om dan kinderen echt als expert te zien en te weten hoe je het meest uit kinderen kan halen, is best wel lastig. En daardoor was onze samenwerking met Kids Actief ook heel belangrijk. Want bij Kids Actief werkten heel veel mensen met een sportachtergrond en met een pedagogiek achtergrond. Dus ik ben in de eerste paar maanden ook gewoon heel veel met hun mee geweest naar de buitenschoolsopvang of naar vakantiekampen, om maar gewoon van hun te leren en te zien hoe je met kinderen omgaat. En ik denk dat dat voor onderzoekers ook heel lastig kan zijn. Ja. En wat ook nog een belangrijk onderdeel was, wat je mij vertelde, is: je doet het onderzoek met die kinderen, die hebben een idee, die hebben een plan. Maar dan moet je ze nog koppelen aan de juiste professionals om dat plan ook uit te voeren. En dan moet je dus zorgen dat bij die professional ook hier doordringt dat de regie dus daar ligt. Mm-hmm. Hoe is dat? Wat is jouw ervaring daarmee? Bij ons scheelde het denk ik heel erg dat wij dus het stadsdeel, dus de gemeente, al achter ons hadden staan. Zij waren ook al zelf heel veel bezig met participatie van kinderen en dat kinderen meer werden betrokken in besluitvorming. En wij waren vanaf het begin af aan waren wij aangesloten bij een netwerk waar alle partijen die samenwerkten met kinderen in de wijk, die waren daarbij aangesloten. En zo waren wij daar dus ook bij aangesloten. In dat netwerk brachten wij dus ook heel erg die participatie in. Maar dat netwerk werkt ook wel heel goed samen. En als wij dus bijvoorbeeld vanuit de kinderen hoorden dat zij iets wilden organiseren, maar dat konden wij zelf niet, want daar hadden we eigenlijk nog wel echt een externe partner voor nodig. Dan konden wij dat dus in dat netwerk inbrengen. Dan vertelden we ook natuurlijk nogmaals hoe ons project in elkaar zat, dat het idee van de kinderen kwam en ook al wilden we graag met die stakeholder dat dan samen oppakken, dat de besluitvorming wel echt in de handen bleef van de kinderen. Dus zo probeerden we wel echt heel sterk die samenwerking op te zoeken, maar wel ook echt daarbij nog wel altijd te benadrukken dat het wel echt een traject samen met de kinderen was, dus dat de stakeholder het niet helemaal mocht overnemen. Ik word overspoeld met vragen voor jou, Manu. Dus ik ga er even een paar ingooien. Dus even een paar vragen eerst met korte antwoorden. Dat is: hoe oud waren de kinderen? 9 tot 12. Dus 9 tot 12. Was het een onderdeel van een schoolprogramma of loopt het parallel aan de school? We werkten met 4 basisscholen samen. Bij 2 basisscholen deden we de samenwerking, dus de vergadering eigenlijk die we hadden, deden we onder schooltijd. Dus het was niet onderdeel van het schoolprogramma, maar we mochten het wel tijdens schooltijd in ieder geval doen. Bij de andere 2 scholen deden we de vergaderingen buiten schooltijd. Mooi. Dat waren vragen van Andrea. En dan heb ik nog een vraag, er staat geen naam bij helaas, maar de vraag is: wat was eigenlijk het uitgangspunt voor de kinderen? Hè? Wat was de beginvraag vanuit waar de kinderen verder mochten onderzoeken? Dat hadden jullie net ook al in het voorgesprekje even bedoeld. We hadden wel de kaders, dus we wilden ons wel richten op gezondheid. Zo breed hadden we het in het begin wel ingestoken.
Toen uit de eerste onderzoeken van de kinderen bleek wel dat nou ja, voornamelijk dat er veel ongezond werd gesnackt, veel gesuikerde dranken werden gedronken, weinig kinderen lid waren van een sportvereniging en dat er te weinig werd buiten gespeeld. Dus het kader was eerst gezondheid, uiteindelijk werd het kader sport bewegen en gezond eten en drinken, met dan nog specifiek die vier pijlers eigenlijk erin. Ja, mooi. En dan nog één vraag, die is iets uitgebreider, maar ik vat hem even samen. Dat gaat eigenlijk over waar Lenneke het net ook over had, dat een subsidieaanvraag, en Monique ook, vaak een kader heeft. Maar bij dit onderzoek kan je natuurlijk geen kader neerzetten. Nou, dat is, vinden mensen dan inderdaad een beperking of een obstakel om een subsidie te krijgen. Hoe heb jij dat aangepakt? Waarom heb jij het wel voor elkaar gekregen? Nou ja, ik denk dat het sowieso de luxe was vanuit FNO dat we daar redelijk vrij in waren. Dus dat het thema moest gezondheid zijn, maar daarbinnen hoefden we dus vanaf het begin nog niet echt specifiek een keuze te maken. Dus ik denk dat dat in ieder geval heel, heel fijn was. En ik denk inderdaad ook aansluitend bij die eerdere vraag dat we bij de kinderen inderdaad wel duidelijk moesten aangeven dat die kaders er waren. Dus nou ja, soms dan hadden kinderen bijvoorbeeld het idee van oké, we willen bewegen stimuleren, dus laten we elke week gaan fietsen naar de snackbar. Dat was zo van oké, dat past niet in onze kader, dus dat bewegen is een goed idee, maar ja. We moeten dan wel naar een ander einddoel. Ja. Dus zo was het wel echt, ja, echt een samenwerking tussen onderzoekers en de kinderen. Dus zo kan je in ieder geval de kaders beschermen, maar wel de ideeën vanuit de kinderen laten komen. We zijn eigenlijk onze 10 minuten, maar ik heb nog één vraag. En jullie hebben ook allemaal een vraag. Dit gaat helemaal uit de klauw lopen. Maar Bart die vraagt, ik ga gewoon eerst. Bart die vraagt thuis, die zegt dan, ja maar oké, die kinderen doen die onderzoeken, die halen data op en die analyseren dat. Ja, en hoeverre vertrouw je daarop? Ga je bijsturen? Want Bart zegt, ik kan me voorstellen dat er relevante wetenschappelijke kennis is die dan wordt gemist. Ja, dus de kinderen die hebben zelf onderzoek gedaan, dat analyseerden ze zelf. Daarnaast deden wij ook wel onderzoek. Dus bijvoorbeeld de vergaderingen die we met de kinderen hadden, die namen we op met een geluidsrecorder en die luisterden we dan zelf na. En dan deden wij daar zelf ook nog een analyse over. Die resultaten die koppelden we dan ook wel weer terug naar de kinderen, om dus in ieder geval wel na te gaan of wij hetgene wat zij zeiden, dat we dat goed hadden geïnterpreteerd. Maar er liep dus inderdaad wel een lijn ook naast. Ja, dus dat was inderdaad. Het gaat gewoon af van onze afrondingstijd nu. Monique, nog een vraag? Nou, dat ging over de vorige vraag, maar dat ging over het kader, zeg maar. En het is misschien nogal goed, dat hebben wij niet aangegeven, maar dat wij ook eigenlijk de subsidieronde voor een deel ook participatief hebben opgezet. Omdat wij in een eerste ronde in een aantal gevallen, in 20 of ongeveer de helft van alle toegekende projecten hebben gevraagd, ga eerst maar eens gewoon, dit is het kader, dus die kader is het verbeteren van de gezondheid van de kwetsbare gezinnen. En ga eerst maar eens een half jaar, kreeg je alleen maar geld om te gaan praten met stakeholders in een bepaald gebied om tot een plan te komen. Dus dan heb je het eigenlijk al gefaseerd als subsidiegever, ook gefaseerd ingekaderd, waardoor je dan iets beter die kaders kunt... Vanuit het onderzoek weten we ook dat dat heel goed heeft gewerkt, die voorfase. En dat is best spannend om dat zo helemaal los te laten, denk ik, als financier. Lenneke, jij had zelf ook nog een vraag. Ik had ook een vraag. Ik was zo benieuwd, Manu, of je de evaluatie ook met de kinderen gedaan hebt. Nee, uiteindelijk is dat een van de, ik wil niet zeggen tekortkomingen, maar een van de dingen die jammer zijn geweest in het project. We hebben wel in de procesevaluatie wel heel veel aan de kinderen gevraagd. Maar we hebben uiteindelijk niet de evaluatie echt met hun gedaan. En dat is inderdaad, als je participatief actieonderzoek doet, hoort dat er eigenlijk ook bij. Daar hadden wij uiteindelijk niet de tijd en de middelen voor om echt het evaluatietraject ook samen met de kinderen te doen. Dus dat is zeker wel voor vervolgonderzoek is dat nog wel een aanbeveling. Ja, maar goed, toch nog heel indrukwekkend hoor, wat jullie allemaal gedaan hebben. Supergoed, ja. Nou, dat vind ik een mooie, mooie afsluiter van dit onderdeel. Manu, ontzettend bedankt. En thuis ook bedankt voor alle vragen. En fijn dat je zo mooie antwoorden kon geven op de vragen die we hadden. Dank je wel. Blijf vooral nog hangen voor het laatste deel. Als ik daar niet al te veel tijd heb weggesnoept, komen we nog weer bij iedereen terug. We gaan naar het tweede blokje. En dat heb ik al beloofd, net ook al aan de vragensteller die meer wilde weten over... Hoe zit dat nou met die kaders? In relatie tot beleid. Nou, daar hebben wij voor gevraagd. Stef, ben jij hier al? Stef Kremers. Even iets roepen.
Ik ben er. Ja, fijn. Dankjewel. Ontzettend fijn dat je er bent. Thuis ook weer klaarzitten met je vragen, want je ziet, we proberen er zoveel mogelijk in te brengen. Stef, kan jij jezelf even introduceren en vertellen welke onderzoeken jij hebt gedaan? Ja, mijn naam is Stef Kremers. Ik ben hoogleraar gezondheidsbevordering bij de Universiteit Maastricht. En voor FNO heb ik mogen participeren in 3 studies. Eentje op de setting kinderopvang, dus de hele kleine kindjes. Eentje vanuit de setting basisschool. En eentje vanuit de setting, nou laat ik maar eventjes community noemen. Waar we inderdaad heel dicht tegen de gemeente hebben aangezeten. En we gaan het hebben over het project Faals ontmoet. Ja, dat is inderdaad het laatste project. Het eerste dat ik noemde heet Superfit. Het tweede is Keigaaf. Dat is in de regio Eindhoven. Superfit was in de regio Sittard-Geleen. En Vaals, dat is helemaal zeg maar het uiterste puntje van ons land. Daar hebben we inderdaad ook interessant onderzoek gedaan, mag ik zeggen. Ja, en we gaan het zo even hebben over de relatie, want je hebt het laatste project vooral ook gedaan in samenwerking met de gemeente, heel nauw samengewerkt. Dus daar wil ik graag meer over weten. Maar de vraag die net al kwam, het PAR is soms een belemmering voor de subsidieaanvraag. Want als je de subsidie gaat aanvragen, moet je gewoon heel gericht zeggen, ja, dit resultaat ga ik halen en dat ga ik doen. Nou, vertelde jij mij dat je toch een beetje lef hebt getoond bij één. Nou, heel veel lef. Oh, niet weggaan, Stef. Hebben we Stef nog? Anders kan ik alvast wel een klein stukje intro. Oh, daar ben je weer. Ja. Jij vertelde mij nou. Ik wil wel vluchten voor die vraag. Ik denk dat ja. Je weet waar ik op doel, hè? Je vertelde mij van. Ja, ik weet waar je bedoelt. Kijk, ja. Ik heb even mee zitten schrijven. Nico stelde die vraag net aan jou. En die vroeg naar dat addertje onder het gras. Hè. Zit er niet een addertje onder het gras? Omdat je toch stiekem misschien al een soort doel hebt als onderzoeker waar zo'n project naartoe zou moeten gaan. Ja. Want je kunt geen leeg blaadje inleveren bij een subsidiegever. Hè. Dat was eigenlijk de vraag. Exact. Nou moet ik denk ik toch even beginnen met een pluim aan FNO. Manu duidde daar net ook al een beetje op. Want ik heb eigenlijk wel een leeg blaadje ingeleverd. En die is, dat vonden ze heel mooi. Nou, hij is een beetje flauwekul. Kijk, wat ik gedaan heb, we hadden het net over die kaders. Hè? Kijk, die kaders, die kun je wel degelijk aangeven in een subsidieaanvraag. Want dat zijn namelijk de principes waarmee je werkt. En dat is de algemene principes hoe jij de verschillende doelgroepen ziet, hoe jij bepaalde stakeholders ziet en je algemene manier van werken kun je heel goed opschrijven. Alleen weet je niet waar dat toe leidt. En dat maakt het vaak voor subsidiegevers lastig, want die willen heel graag beoordelen of jouw ideeën en jouw praktische uitwerking subsidiabel zijn. En ja, zo is het meestal ook, moet ik eerlijk toegeven, bij de meeste subsidiegevers. Maar hier bij FNO was het zo dat zij juist inzetten op die kaders, op die algemene principes. En die 2 eerdere projecten die ik noemde, hadden we al een doel in de richting van voeding en bewegen gezet, dus dan weet je al een klein beetje waar het naartoe gaat. Hè. Dan kun je zeg maar, het vak binnen die kaders kun je al een klein beetje gaan inkleuren. Dat hebben we ook gedaan in die subsidieaanvraag. Maar bij Faals hadden wij positieve gezondheid als uitgangspunt. Nou, voor de mensen die positieve gezondheid kennen als concept, weten dat dat heel breed is. Dus dan is het eigenlijk in theorie en principe onmogelijk om dat te gaan invullen vooraf, waar dan zo'n traject toe gaat leiden. Ja, voor de mensen die het niet kennen, dat is van Machteld Huber met het spinnenwiel. Het zijn het 7 domeinen van het leven eigenlijk. Ja. Van gezondheid tot geluk, werk en nou, alles. Zingeving, sociale participatie. Ja. Dus dat gaat heel breed, kwaliteit van leven. Dus dan kun je natuurlijk a priori nooit zeggen van nou, dit is waar dat hele proces toe gaat leiden, concreet. En daar hadden wij het gevoel, daar moeten we een beetje lef tonen. En FNO proberen te overtuigen van het feit dat onze principes, hè, dus de manier van werken, dat die heel passend zijn bij dat concept van positieve gezondheid. En dat verdient vertrouwen is misschien wel, dat dan als je dat goed doet, dat leidt tot gelukkigere, positief gezondere bewoners. Hè. Maar FNO kon ons niet beoordelen op die concrete stappen. Ja, want dat kan dan in essentie niet.
Nee, jullie hebben overigens wel bij Faals ook die voorfase gedaan, hè, Stef? Daar had je natuurlijk wel die voorfase. Daar hebben ze een half jaar eerst echt met Photo Voice, allerlei methodieken gekeken. Waar is nou hier behoefte aan? Dus daar, dan was het, na een half jaar was dat kader al een stuk meer ingeklikt. Ja. Dus en dan moest je weer terugkomen. Zit je nou in te dekken dat je niet straks allemaal witte velletjes krijgt? Ja, sorry. Volgens mij zit je gewoon in te dekken. Dat het alleen maar op vertrouwen gaat, zo gaat het niet. Nee. Ja, maar je vertrouwt me toch? Ja. Stef, dank je wel voor die toelichting. Ik wil heel graag even ook toe naar die relatie met de gemeente die je had. Want je hebt heel nauw samengewerkt met de gemeente. En bij jullie zat het ook vaak gewoon op het spiegelen van het proces wat de gemeente deed. En hoe zij met de bewoners omgingen. Kan je daar iets over vertellen? Ja, dus ik denk, als ik even terugkijk nu naar PAG met gemeente, betekent heel veel dat wij de rol hadden van het aanbrengen van feedback loops. Dus wat we heel veel gedaan hebben is kijken hoe bepaalde acties uitpakten in de doelgroep, in de wijk. Dat terugkoppelen naar de gemeente, zodat zij weer stof hadden om vervolgacties op aan te zetten. En dat was nou precies wat zij eigenlijk misten. Voordat wij dat PAG-onderzoek deden. Dus bij die spiegel, zoals jij dat noemt, Esther. Of in ieder geval de monitoring, de reflectie van wat bepaalde acties vanuit de gemeente in de wijk tot gevolg hadden. En ook weer wat die acties in de wijk voor gevolg hadden voor nieuwe beleidsmaatregelen. Stef, kan je dat bijvoorbeeld even inkleuren met dat prachtige voorbeeld van de buurtbarbecue? Ik zit je wel te prikken, geloof ik. Sorry. Ja, dat is goed. Dat mag. Dat is wel inderdaad een thema dat ook in het promotietraject van Lotte Prevot, die is op dit PAG-onderzoek gepromoveerd, een aantal keren terugkwam. Ik zal dadelijk uitleggen waarom. Een voorbeeld is, er was inderdaad een buurtnetwerk dat heel graag een buurtbarbecue wilde organiseren en daar graag de gemeente in mee wilde nemen. En je weet hoe dat gaat. Hè. Dan moeten er toch bepaalde ideeën op papier gezet worden. Daar heeft Lotte mee ondersteund eigenlijk. Hè. Dus vanuit de wijk kwamen bottom-up kwamen die ideeën. Die zijn in een best wel ingewikkeld proces, moeilijk proces om dat dan echt op papier te krijgen. Ingediend bij de gemeente. En de gemeente was er eigenlijk in essentie heel positief over. Maar in plaats van te zeggen dat ze daar heel positief over waren, was het antwoord, dat ziet er goed uit, maak maar een draaiboek. Ja, nou, en net zoals leuk. Dit gesprek viel toen de beweging in de wijk ook helemaal dood. Dus dat sloeg helemaal dood. Want maak maar een draaiboek, dat klinkt misschien voor ons relatief logisch en voor een gemeenteambtenaar. Maar als je al heel veel moeite gedaan hebt om überhaupt iets op papier te krijgen van wat je eigenlijk wil gaan doen, dan is een draaiboek echt nou typisch zo'n ambtelijke taal, ambtelijk woord, wat misschien voor zo'n beleidsambtenaar heel nuttig is om te laten zien aan de wethouder dat dingen specifiek uitgewerkt zijn. Maar in de wijk valt dat gewoon helemaal verkeerd. Dus maak maar een draaiboek, dat woord draaiboek werd op een gegeven moment voor ons een soort signaalwoord voor pas op met je vocabulaire. Dus let op welke taal je gebruikt, want taal is natuurlijk een hele belangrijk, het essentieel onderdeel van PAG. En Stef, heb je ook geprobeerd om de mensen van de gemeente binnen dit project een actieve rol te geven in het zelf onderzoek doen? In het kader ook van de discussie die we hiervoor hadden. Ja, kijk, we hebben, ik moet zeggen, heel prettig samengewerkt met de gemeente Vaals. En ik denk dat komt omdat de gemeente Vaals eigenlijk al heel lang dit soort trajecten probeert vorm te geven samen met bewoners. Vaals heeft daar al een aantal belangrijke stappen in gezet. En we hebben eigenlijk alles, dus inclusief de evaluatie samen met de gemeente, maar ook met andere stakeholders. Zij werken met een zogenaamde beweegmakelaar. Maar ook met de bewoners hebben wij die evaluatie voortdurend samen opgepakt. En dus ik denk dat was wel een leerervaring voor ons allemaal, hoe positief dat kan uitwerken.
Stef, ook voor jou stromen de vragen natuurlijk binnen, dat begrijp je. En eentje die wil ik er gewoon combineren met de vraag die ik hier nog had staan. Want in het voorgesprek kwam ook wel naar boven dat je toch wel hebt geconcludeerd dat de meeste onderzoekers eigenlijk niet zijn opgeleid om samen te werken met de doelgroep. En Nico, die nu ook weer aan jouw lippen hangt, omdat we natuurlijk zijn vraag heel goed aan de orde hebben gehad, die zegt dat er ook een verschil zit. Want beleidsmakers die werken vanuit een systeemwereld, terwijl de doelgroep vraagt om een benadering vanuit de leefwereld. Hoe heb je dat ervaren? Ja, dat klopt. Dat zijn gewoon, Nico noemt dat als twee verschillende werelden. Ik denk als je daar inderdaad als gaat helikopteren, dat inderdaad klopt. Hè. Dat heeft niet alleen met vocabulaire te maken, maar ook inderdaad met hoe is jouw wereld georganiseerd. Hè. Dus de gemeentelijke structuur is nogal ambtelijk georganiseerd, hè, met verschillende lagen, operationeel, tactisch, strategisch niveau. Terwijl dat natuurlijk in een wijk heel anders is. Hè. Het is meestal wat platter georganiseerd. Dus dat was ook voor onze onderzoeker heel belangrijk om die werelden te snappen. Dus waar we altijd heel veel tijd in stoppen, is het begrijpen van de context. Hè, dus als onderzoeker moet je heel erg, ik noem dat altijd contextsensitief zijn. Goede PAR-onderzoekers zijn heel erg contextsensitief. Die voelen aan hoe een bepaalde structuur, wereld in elkaar zit en probeert zijn of haar gedrag daarop aan te passen. Hè. Adaptief management noemen we dat ook wel. Dat kan lang niet iedereen. En dat is ook tot op bepaalde hoogte te trainen. Hè. Dat proberen we aandacht te geven in de opleiding. He, maar dat is een essentiële vaardigheid. Stef, dus, ik ga de vragen gewoon kort aan je voorleggen. Want elke keer als jij iets zegt, komen er weer nieuwe vragen binnen. Geert die wil dan ook bijvoorbeeld weten, want je hebt het over een context. Moet de context sensitief zijn? Maar Geert zegt ook, maar hoe zorg je nou dat de deelnemers aan zo'n onderzoek, dus de bewoners en de onderzoekers, dat die dezelfde taal spreken of in ieder geval elkaar begrijpen? Ja, communicatie is essentieel, Esther. En dus dat betekent dat je voortdurend moet reflecteren of we nog steeds bij elkaar zijn. Hè? Dus of we nog steeds elkaar snappen. Dus of we op dat pad dat we aan het bewandelen zijn, nog steeds, of we dat nog steeds samen belopen. En dat betekent dus ook heel veel vragen stellen. Hè? Dus niet alleen antwoorden geven, maar heel veel vragen stellen. Wat wij dus eigenlijk doen, dat sluit een beetje aan bij wat Manu net noemde, is voortdurend navigeren op een soort spectrum tussen enorm top-down werken en enorm bottom-up werken. En ergens op dat spectrum moet je steeds proberen te manoeuvreren. Dat betekent dat je in sommige stadia van het project misschien even wat meer de touwtjes naar je toe moet trekken, zodat een volgende stap, een volgende fase ingegaan kan worden. Maar aan een ander moment volledig het woord bij de bewoner laten. En elkaar daar proberen te begrijpen. En dat gaf je ook aan, hè, die feedback loops die jullie steeds organiseren, die zijn onderdeel ook van het diezelfde taal leren spreken en elkaar vinden. En Monique vraagt zich dan af, de andere Monique hoor, want anders zou ze het zelf zeggen, maar die vraagt zich af, hoe krijg je gemeenten zover dat ze die feedback loops zelf actief gaan toepassen? Door succeservaringen, denk ik. Als ik nu even naar Vaals kijk, denk ik dat we hebben gezien dat wij als onderzoekers heel veel wijzer van werden van het aanbrengen van die feedback loops. Dat bewoners daar heel blij van werden. Want er werden linkjes gelegd die er voorheen helemaal niet waren. Maar dat ook de gemeente dat heel erg prettig vond. Hè. Dus ik denk dat wederzijds respect misschien nog wel de belangrijkste win-win is geworden in dat hele proces. En als je dat merkt, als je voelt van, hé, wacht even, dit is zoals dat gaat, dan moeten we dan daar vooral mee doorgaan. En dat is natuurlijk altijd voor ons een uitdaging. Hè. Wij werken toch vaak op project. Basis, hè. Dus er zit per definitie een soort einddatum aan wanneer een project dan is afgerond. Dus wat we eigenlijk hebben proberen te doen is vanaf het allereerste begin in te zetten op duurzaamheid. Ja. Dus dat wij op een gegeven moment ook overbodig gaan worden. Dus dat betekent dat inderdaad die feedback loops die daar zijn
aangebracht en waarbij Lotte Prevost, die onderzoeker, in het begin relatief zware stempel opdrukte, gaandeweg het traject steeds lichter werd. En tot het moment dat zij zelfs expliciet heeft gezegd van nu doe ik het niet meer. Nu gaat het, volgens mij kan het nu gewoon zelf. Ja. En dat hebben we nog voor een klein stukje mee kunnen nemen in ons onderzoek. Waarbij inderdaad bleek dat het allerlei trajecten die in gang gezet waren, een duurzaam karakter leken te hebben. Heb je dat onderzoek dan ook geborgd? Dat vind ik dan wel interessant. dat dat door kan gaan, wat jullie steeds geregeld hebben. Dat is geborgd. Hè. Dat is, ook daar is het natuurlijk niet het traditionele onderzoek van voormeting, nameting en grote groep mensen en verschilscores. Maar inderdaad, hè, dus dat participatieve deel, waarbij ik moet eigenlijk te veel in detail gaan treden echt goed te kunnen duiden. Maar er zijn inderdaad allerlei monitoringsstructuren duurzaam opgezet die nog steeds werkzaam zijn. Stef, ik vind het ontzettend jammer en ik kijk een beetje met een schuin oog zo naar Monique en naar Lenneke. Hoe hebben jullie dit nou? Daar hadden we toch gewoon 4 sessies webinars van een uur aan moeten wijden met deze verhalen en al die vragen die binnenkomen. Maar ik moet naar een einde, maar ik heb één vraag hier nog en die komt dan weer terug in de poll die wij gesteld hebben. Dus ik ga hem even zo aan je gooien. Simon die vraagt, kan je participatief actieonderzoek publiceren in wetenschappelijk peer-reviewed tijdschriften? En zo ja, hoe? Ik doe heel veel mooie lang zo. Was dat een vraag voor mij? Ja, dat was een vraag voor jou. Hoe denk jij erover? Ja. Dat is een goede vraag. Hè, want tijdschriften, of redacties van tijdschriften, moeten die stap dan maken. Hè, van afstappen van, laten we zeggen, de holy grail van een RCT als oplossing voor al uw problemen. Hè, naar het beseffen dat PAR in veel situaties rondom sociaal-economische gezondheidsverschillen een veel betere onderzoeksmethodiek is. En heel veel tijdschriften zijn wel die transitie aan het maken. En dat betekent dat dan ook je onderzoek op waarde wordt geschat. En die studie waar ik het net over had, maar ook die andere twee, die hebben alle drie geresulteerd in tussen de 4 en de 6 internationaal peer-reviewed artikelen. Mooi. Dus het kan wel degelijk. Ja, mooi. Je moet dus ook het wetenschappelijke lezerspubliek meenemen in het belang van dit type onderzoek bij dit type probleem. En dan kan dat. Ja, nou mooi, dat is goed nieuws, toch? Ja. Er komen nog meer vragen binnen voor je, maar ik kan ze echt niet meer stellen. Ik heb er de tijd niet meer voor. Dus ik heb even gevraagd aan de regie of die vragen worden opgeslagen. Want dan laat ik je gewoon toezeggen dat we je ze toesturen. We krijgen allemaal duimpjes, gaan daarom zo achter omhoog. De vragen die je nog niet beantwoord hebt, die sturen we gewoon toe. Beste Don, die vraag wordt gewoon nog beantwoord. Ontzettend bedankt, Stef. We gaan door in ons programma, namelijk het derde onderwerp. PAR in relatie tot professionals. En daarvoor hebben we Gera. Gera, ben jij in de Zoom en kan jij... Ja, wat fijn. Fijn dat je er bent. Hartstikke mooi. Gera, ook aan jou de vraag. Kan jij eerst heel even kort jezelf introduceren en iets vertellen over het project waar jij mee bezig bent geweest? Ik ben Gera Nagelhout. Ik werk voor de Universiteit Maastricht als bijzonder hoogleraar op het gebied van gezondheid en welzijn van mensen met een lagere sociaal-economische positie. En daarnaast werk ik ook nog bij onderzoeksinstituut IVO. En voor FNO hebben we een onderzoek gedaan dat Back to Balance uiteindelijk is gaan heten. Ook de naam is ook bedacht door de doelgroep zelf. We hebben aan de mensen zelf gevraagd, dus dat ging over mensen met multiproblematiek. Hebben gevraagd eigenlijk wat voor hen nou een goed programma zou zijn voor gezonder leven. Dus dat zijn we samen met hen gaan ontwikkelen. En we kwamen er heel snel achter dat het echt over gezelligheid moest gaan en elkaar samen. Er is een korte slide die misschien nu in beeld kan komen over ons programma met onze activiteiten. Ja, daar ga ik niet heel lang over praten, want het gaat natuurlijk over het onderzoek en niet over het project zelf. Maar we deden dan samen wandelen elke week, kookworkshops, kinderactiviteiten. Leuke uitjes die helemaal gratis waren. En er waren ook kortingsmogelijkheden op het bestaande leefstijlaanbod in de gemeente. Ja, mooi. En we gaan eerst even kijken naar een vlog. Want we hebben een vlog meegebracht. Die is van Tamar. Die kan de regie instarten. Ja.
Twee jaar geleden was ik projectmedewerker bij Back to Balance in Apeldoorn bij Stimens. En dat was een enorm leuke en leerzame tijd voor mij. Enerzijds omdat ik de combinatie heel erg leuk vond van het actiegericht onderzoek en participatief onderzoek. Wat ik daar gewoon heel erg leuk aan vond, is dat je dus enerzijds in de actie gaat, in de uitvoering bent, met de mensen en de deelnemers zelf in gesprek bent en ook letterlijk in actie bent om het onderzoek uit te voeren. Je bent constant in contact met de mensen, waardoor je constant ook eigenlijk aan het afstemmen bent van hey, wat gaat goed, wat gaat minder goed, wat werkt minder. En ik vond het gewoon super leerzaam voor mezelf en interessant om het hele onderzoeksdeel te volgen. Soms van oud-collega's hoorde ik wel eens dat het contrast wel eens een beetje worstelen is. Hè, van wat er in de theorie zou moeten gebeuren ten opzichte van wat er in de praktijk haalbaar is. Daar heb ik zelf niet heel veel last van gehad. Maar ja, ook wel een stukje denken in mogelijkheden en enthousiasme. Voorbeelden van waarin wij heel duidelijk wel hebben kunnen anticiperen zeg maar, op wat zou werken, was dat wij bijvoorbeeld zijn gaan zoeken van welke activiteiten zijn nou heel erg handig om te doen. En dan begin je heel ambitieus. Eerst denk je aan hardlopen. Nou, dat is allemaal helemaal niet aan de orde gebleken. Maar je bent constant dus aan het kijken van hoe kunnen we het laagdrempelig houden en zo laagdrempelig mogelijk maken. Waaruit bijvoorbeeld wandelgroepen ontstaan zijn. Maar ook dan moet je weer heel goed kijken van waar gaan we bijvoorbeeld starten? Waar beginnen we zo'n groep? En dat was ook iedere keer weer opnieuw afstemmen en kijken van wat is haalbaar voor de mensen die aanwezig zijn? Moeten we daarin afwisselen? Moeten we een ander tijdstip kiezen? Moeten we daar een andere dag gaan? Gewoon om dus samen te kijken van hoe kunnen we het jou zo makkelijk mogelijk maken om mee te blijven doen. En dat gold eigenlijk ook voor de andere activiteiten. Eenvoudig maken. En ik heb een keer een opdracht gedaan of een gezinsactiviteit. En die bleek gewoon te ingewikkeld te zijn. Ja, dan ben je meteen aan het evalueren met elkaar van goh, hoe kunnen we dit de volgende keer beter doen? Nou, enkelvoudige activiteiten inrichten enzovoort. Dus dat waren allemaal dingen die het voor mij interessant maakten, die het leuk maakten om te doen. En super leerzaam. En ik vind het nog steeds leuk om het op een afstandje te volgen allemaal. Ja, Gera, welkom terug. We hebben de vlog gekeken en ik wil eigenlijk toch ook weer even terug naar de poll die we helemaal in het begin hebben gedaan. Want daar hebben we natuurlijk de vraag gesteld, wie doet bij PAR het onderzoek? Hè? Is dat de onderzoeker, de professional of de gezinnen? Nou, Lenneke zat hier al een beetje te lachen, want is er eigenlijk wel een goed of fout? En dat is ook waar wij het over gaan hebben, hè? Van in welke mate, met wie precies doe je dat participatief actieonderzoek. In dit geval horen we Tamar, die is heel druk bezig geweest met het vormgeven van het onderzoek. Kan jij ons meenemen in hoe dit allemaal is gegaan en waar je tegenaan liep en wat er goed ging? Ja, Tamar was trouwens een van de professionals uit het onderzoek waar we mee hebben samengewerkt. Dus vanuit de hulpverlening en de activiteitenbegeleiding. En eigenlijk, Stef vertelde het net ook al, hè, dat je zo'n hele range hebt van dat je heel, heel participatief actieonderzoek kan doen of mensen een beetje kan betrekken en dat je daar een beetje in kan variëren. En wat wij hebben vooral met de doelgroep hebben we zeker wel de interventie ontwikkeld en met hen doorontwikkeld. Maar we hebben ze niet echt als co-onderzoeker betrokken. Zoals ik dat misschien zou doen als ik het onderzoek nog eens een keer over zou mogen doen. Of als ik een nieuw onderzoek voor FNO zou gaan doen. Maar dat hebben we wel heel erg met die professionals gedaan. Dus de professionals en onderzoekers stonden we eigenlijk gewoon op één lijn. En hebben we zowel het onderzoek als de interventies hebben we samen helemaal ontwikkeld. En we zijn ook samen gaan publiceren. In wetenschappelijke tijdschriften en zo. En want het is ook wel belangrijk, want hadden we het in vooroverleg ook met elkaar over. Het is natuurlijk niet zo dat het bedoeld is allemaal
goed, hè? Het is niet zo dat als je niet het alleen maar met de kinderen of met de bewoners doet, dat het dan niet telt, dat je dan af bent. Het is toch? Dat is. Het is ook een lerend proces natuurlijk, hè? Ja. En ja, wij begonnen ons onderzoek eigenlijk best wel als een klassiek onderzoek met we hadden ook een controlegroep en een voormeting en een nameting en dergelijke. Ja, omdat ons dat ook zo geleerd is en aldoende en ook horende van andere projecten dachten we, oh, misschien moeten we wat participatiever bezig gaan en ook dat actiegedeelte. Ja, misschien moeten we niet, hè, zoals je vaak in klassiek onderzoek geleerd krijgt, van nou, je ontwikkelt een interventie. Daarna blijf je er vanaf en ga je onderzoeken wat het effect is. Terwijl wij zagen van hé, er vallen dingen te verbeteren aan deze interventie. We krijgen die feedback. Laten we dat gewoon meteen meenemen in de praktijk en niet alleen maar in het onderzoek. En het dan steeds beter maken met z'n allen. Ja, want dat was wel een van de meest interessante ontwikkelingen die in jullie project plaatsvond, toch? Die doorontwikkeling van een interventie. Ja, en dat hebben we eigenlijk op twee manieren gedaan. We hebben echt vanuit de onderzoekers zijn we korte, ja, telefonisch meestal interviews gaan doen. Zowel met de mensen die meededen met het programma, maar ook met de mensen die ervoor kozen om niet mee te doen uit de interventiegroep. Om te horen, ja, wat kan er eigenlijk beter aan deze interventie? Wanneer zou je wel meedoen? Bij de mensen die mee hadden gedaan, ja, hebben we misschien ook niet aan elk onderdeel meegedaan of vonden dat er nog iets beter kon. Het tweede onderdeel van die evaluatie was dat we de activiteitenbegeleiders zelf hebben laten vragen en overleggen met de mensen zelf. Van ja, wat kan er beter? Waar loop je tegenaan? Wat vind je wel leuk? Wat vind je niet leuk? En dat hebben we dan met elkaar, de onderzoekers en de professionals, samen hebben overlegd. En hebben we keuzes gemaakt in hoe we het programma kunnen verbeteren. En hoe zag dat er dan uit? Kun je dat inkleuren met een voorbeeld? Ja, één ding waar we echt tegenaan liepen, al heel snel, zowel in interviews als dat de professionals er tegenaan liepen. We hadden het onderdeel kortingsmogelijkheden in onze interventie. Het was echt bedoeld als dat je niet alleen maar activiteiten hebt vanuit ons programma, maar dat mensen na ons programma ook echt door konden in hun eigen wijk eigenlijk. Met het aanbod wat daar dan is aan leefstijlactiviteiten. En dat zouden wij dan deels voor ze gaan betalen. Dus wij dachten dat gaat heel populair zijn, daar gaan mensen zich voor inschrijven. Maar dat gebeurde niet. En toen in onze evaluaties vroegen we van, goh, wat vind je daarvan? Waarom heb je daar niet aan meegedaan? En zeiden mensen, ja, nou, dat snapte ik niet, hoor. Dat heb ik niet, ik begreep eigenlijk niet wat daarmee bedoeld werd. Of, dat wist ik helemaal niet, heb ik niet gehoord, niet begrepen. Dus toen, zagen we dus dat onderdeel niet werkte. En hebben we dat aangepast, hebben we het eigenlijk heel simpel gemaakt. Van, nou, er zijn drie dingen die je kan krijgen van ons. Je kan of een 10-rittenkaart voor het zwembad krijgen, of je kan een half jaar gratis naar de sportschool. Of, kookworkshops waren het geloof ik nog, waar je dan, die dus al in de gemeente zijn, of in de wijk zijn. Daar kan je naartoe, kies maar. En natuurlijk hadden we dan de mogelijkheid van als je dan toch nog iets anders wil, dan is die flexibiliteit er wel. Maar door het makkelijker te maken werd het ineens veel meer gebruikt. Ja, mooi voorbeeld. Er is een vraag uit het publiek en dat is Don, maar ik vat hem even samen, want ik heb hem zitten lezen. Ik denk dat ik hem, als ik het niet goed zeg, Don, dan zie ik het wel op de chat. Don zegt, en dat is een vraag aan Gera, maar ook aan alle andere onderzoekers. Ja, als je dat participatief onderzoek nou doet met bijvoorbeeld de bewoners en het gaat over overgewicht en je wilt overgewicht terugbrengen, maar die bewoners hebben last van overgewicht, vraag je dan wel aan de juiste mensen hoe je dat zou moeten oplossen? Of zou je dat moeten vragen aan mensen die heel succesvol zijn geweest in het bijvoorbeeld verliezen van gewicht? Dat is een heel mooi idee, ja. Ik denk dat je dat samen kan doen. Natuurlijk ook wel, hè, de mensen die overgewicht hebben, die lopen ergens tegenaan. Tenminste, als ze daar iets aan willen doen en het lukt niet, dan is er misschien iets waar je ze bij kan helpen. Maar de mensen die het wel gelukt is, dat zijn natuurlijk ook hele mooie voorbeelden. Ja. Ja. Gera, je bent bezig met het opzetten van een adviesgroep, wil je graag. En dan ben je met een crowdfundingsactie bezig. Kan je ons even uitleggen wat je doel is, waar je mee bezig bent? En hoe zit het in elkaar? Ja, wat ik heel graag zou willen is een vaste adviesgroep. En het gaat dan om mensen die van weinig geld moeten rondkomen. Die ons eigenlijk bij al ons onderzoek kunnen adviseren. Dus dat je niet eigenlijk voor elk nieuw idee of project weer een groep mensen bij elkaar moet krijgen. Want wat wij vaak zien in onderzoek is dat dan soms wordt de subsidieaanvraag niet toegekend. En dan heb je weer voor niks, heb je eigenlijk mensen, of voor niks. Maar het kan vervelend zijn dat je mensen erbij betrokken
gesproken hebt, die je dan daarna weer moet zeggen, oh ja, sorry, het gaat niet door. Dus wat dan heel fijn is, als je een vaste groep hebt van mensen die je eigenlijk overal bij kan betrekken en die je iets voor kan leggen. Niet als vervanging van participatief actieonderzoek, want dit is natuurlijk slechts het onderdeeltje betrekken van de doelgroep. En je wil natuurlijk ja, uiteindelijk ook echt, als je een groot onderzoek gaat opzetten, de groep die specifiek met dat in die wijk woont of waar je dat mee samen gaat doen. Maar dit is wel een heel mooi idee, denk ik, om al je onderzoek wat inclusiever te maken. Ja, want ik hoor je ook zeggen inderdaad, van, want je doet een subsidieaanvraag, je hebt een heleboel mensen benaderd en je hebt ze enthousiast gemaakt en dan gaat de subsidieaanvraag niet door. En dan is nou ja, het is een beetje net als met de buurtbarbecue, kom maar met een draaiboek. Om 13:30 zetten we de kolen in de fik. Dan is een beetje, dan is het enthousiasme en de energie natuurlijk raakt weg. Dus daarom zeg jij een vaste adviesgroep als extra zou heel leuk zijn. Lenneke die begon, ging veren. Dus ik denk dat ze iets wil zeggen. Ja, ik heb al eerder geprobeerd samen met Gera ook om te zeggen, goh, laten we eens wat samen optrekken sowieso met die onderzoeksaanvraag om gezamenlijk op te trekken en niet ons met elkaar te zeggen van we concurreren elkaar. Maar ik vind eigenlijk ook op dit aspect van jammer dat we een apart fonds moeten oprichten of een crowdfunding, dat er eigenlijk gewoon geld voor zou moeten zijn. Dat ik denk van dit is zo belangrijk. Dit zou eigenlijk iedere subsidiegever gewoon standaard moeten zeggen. Van net zoals je bij ZonMW iets aanvraagt, staat er ook altijd 10% voor het communicatiebudget. Zou ik zeggen 10% voor de mensen waar het om gaat. Dat gewoon een standaard onderdeel is. Dat kan ook. En die gesprekken heb ik ook al wel met ZonMW en FNO gevoerd. In de zin van, als dit helemaal staat, je hebt je adviesgroep, dan kan je natuurlijk projectbudget hiervoor inzetten voor dat specifieke project, om dan die adviesgroep daarbij te betrekken. Hè, want dat kost je dan natuurlijk iets van geld om een zaaltje en de mensen wat vergoeding voor hun tijd te geven. Maar echt het opzetten daarvan, dat konden wij niet makkelijk vinden. Dus daarvoor zijn we een crowdfunding gestart. En wat we ook willen doen is onderzoeken wat nou het effect is op de mensen die in die adviesgroep zitten. Ja. Want wij denken zelf dat dat ook positieve effecten kan hebben als je in zo'n adviesgroep zit. Dat dat misschien iets doet met je zelfvertrouwen en met je sociale netwerk. En dat willen we gaan onderzoeken, zodat we daarmee ook misschien anderen kunnen inspireren als we zien dat het positieve effecten heeft. Dat dit soort dingen meer gedaan gaan worden. Mooi. In de mail die je krijgt na afloop van het webinar zit ook gewoon een linkje naar de crowdfunding. Dus als je denkt, oh, doe ik even, dan is dat heel mooi. Gera, voor jou komen ook allemaal vragen binnen. Dus ik gooi er weer even snel twee vragen in. De eerste is van Marjolein. Die zegt, ja, mijn ervaring is gewoon dat als je een par gaat doen, dan staan natuurlijk de enthousiaste professionals die staan te springen. Want die vinden dit geweldig, die gaan dat doen. Maar hoe betrek je nou ook die professionals die eigenlijk niet zo ontzettend knetter enthousiast zijn. Heb je daar ervaring mee? Ik heb eigenlijk dezelfde ervaring. Dus ik kan niet echt helpen daarin. Wij hadden de professionals die we eigenlijk konden aannemen specifiek voor dit project. Dus die waren natuurlijk enthousiast, want die hadden gesolliciteerd. En we hadden de hulpverleners die specifieke hulpverlening gaven voor multiproblematiek gezinnen. Daar was een enkeling, waaronder mijn moeder, die erg enthousiast was. Ook mensen die gewoon zeiden, ja, hier hebben we gewoon echt geen tijd voor. We hebben zoveel dingen te doen. Er zijn schulden, de kinderen worden uit huis geplaatst. Hartstikke leuk met je appels eten en stukjes wandelen, maar daar hebben we geen tijd voor. Ja. Dus daar zijn we niet echt helemaal uitgekomen. Ruimte om anders te werken. Ja. Belangrijk aspect voor het vervolgprogramma. Ja, en die ruimte was er niet in de gemeente op dat moment. Ja. Nee, dat was ook nog een van de vragen die aan Stef ook, die niet aan de orde is gekomen. Maar gemeenten moeten dus ook echt op een andere manier gaan werken en denken. Dat is hierbij alsnog de vraag beantwoord aan de vraagsteller. Dan heeft Geert nog een dilemma. Die zegt, hoe ga je om met het ethisch aspect van een par? Door mensen te betrekken in het proces kun je ze namelijk ook gewoon een probleem aanpraten. Hè? Jullie zijn obese, jullie zijn arm, jullie zijn ongezond. Hoe is daar aandacht voor? In ons onderzoek hebben we het helemaal niet zo over die problemen gehad eigenlijk. We zijn vooral dus samen gezellig leuke dingen gaan doen. Dat is ook waar je mee begon, hè? Het moet vooral gezellig en leuk zijn. Iets met gezondheid te maken hadden. Wij zijn niet echt op de aanpak van obesitas of zo gaan zitten, maar gewoon samen koken. Dat waren dan toevallig gezonde dingen, maar dat...
Maar dat komt eigenlijk ook uit het overal onderzoek volgens mij. Hè, wat Lennek heeft gedaan. Dat je inderdaad ook niet rechtstreeks op die obesitas moet gaan zitten. Maar waar word jij blij van? Waar krijg jij energie van? En dat als insteek gebruiken. Maar dat vergt inderdaad van professionals en onderzoekers die daarmee bezig zijn. Volgens mij een andere... Ja, ik benijd jullie niet, want het is moeilijk volgens mij. Maar een andere manier van werken en ook andere vaardigheden. Maar dat is inderdaad wel... We hebben in alle uitkomsten van de projecten steeds gezien. Hè? Als je direct inzet op het probleem... Ja, dan, precies. Want dat is eigenlijk wat Lenneke over al deze projecten heen heeft gezien. Dat je inderdaad juist een wat bredere aanvliegroute ook moet hebben. Ja. En niet heel gefocust direct op dat specifieke leefstijlprobleem. Want soms ervaren mensen dat ook helemaal niet als een probleem. Maatschappelijk is het een probleem. Nee, er zit ook heel veel potentie in, denk ik, sowieso. Ja. En dus dat kansenrijk, denk ik, wat je ook nu benoemt in het nieuwe programma... is denk ik ook mooier om op aan te hangen dan te zeggen... mensen problemen aan te praten. Ja. Tot slot nog een vraag van Amber. Wat is er met de controlegroep gebeurd? Zijn die gestopt met deelname aan het onderzoek of gingen ze iets anders doen? Mooie vraag. Nee, die hebben wel gewoon meegedaan nog met het onderzoek. Helaas konden we geen significante effecten of verschillen tussen de controle- en interventiegroep aantonen, omdat we te kleine groepen hadden. Maar het was nog wel interessant misschien dat uiteindelijk de halverwege het project een van de professionals van mogen we de interventie ook aan de controlegroep aanbieden? Want ze vinden dat echt hartstikke leuk. Dus toen dan denk je dat je als onderzoeker echt de professionals hebt meegenomen in het proces van hoe zo'n onderzoek dan werkt en wat een controlegroep is. En dan blijkt dus toch dat je dat af en toe moet blijven herhalen en uitleggen. Misschien was het onderzoek wel de interventie, Gera, hier, dat ze allemaal mee veranderd zijn, of niet? Ja, dat kan ook wel hoor. En mensen vonden het hartstikke leuk om met ons over het onderwerp te praten en dat we langskwamen en zo. Dus... Ja, ik vind bij jullie dat project heel knap, dat je inderdaad een idee had en dat je uiteindelijk dacht, ja, het werkt niet zo, dus we moeten het... En je hebt eigenlijk alles behoorlijk moeten kantelen en dat is ook wel gelukt. En dat is volgens mij ook weer heel leerzaam, toch? Ja. Ja, en dat was mijn eerste project als projectleider, dus ik heb veel geleerd. Ja. Maar het is ook mooi de openheid die je daarover hebt. En ik moet het onderdeel afronden, maar in ieder geval dank daarvoor, voor die openheid. Want dat is waar iedereen dan van kan leren. Je blijft nog hangen, voor als we straks nog tijd hebben. Maar enorm bedankt alvast voor nu. We gaan namelijk naar het laatste onderdeel en dat gaat over de PAR samen met ervaringsdeskundigen. Maar dan kom ik weer even terug waar we eigenlijk ook begonnen met het meta-PAR. Kom ik even terug bij jou, Monique, want het vraagt even om een inleiding. Ja, precies. Want wij als FNO hadden we natuurlijk al die kaders naar al die mensen die subsidie bij ons aanvroegen gesteld. Maar ook wij zelf hadden natuurlijk behoefte aan, hoe leer je nou en hoe doe je dat nou goed? We hebben dat overal in het programma proberen in te verwerken, dat het allemaal participatief is. Maar ook wij als, ik noem dat dan even als bureau, want Lenneke had van ons de opdracht om het evaluatieonderzoek te doen. Maar ook wij als bureau, die dan elke dag al die subsidierondes moesten bedenken en hoe moet dat allemaal en hoe lopen al die projecten, hadden ook behoefte aan een soort participatief traject. En dat hebben we opgezet samen met Barbara en met ervaringsdeskundige Risma en nog een heel aantal anderen. En daarom zijn zij ook aan het vertellen hoe zij dat hebben. Ja. Komen zij vertellen hoe zij dat hebben. Ja, dat vind ik heel leuk, want Risma hebben we ook al een keer... Ja. Die is mijn co-host geweest al een keer. Als je het dan hebt over ontwikkelingen en ervaringen. Ja. Dat was ontzettend leuk. Dus ik kijk er echt naar uit om haar ook weer te zien, Risma. En Barbara. Barbara, mag ik jou alsjeblieft als eerste het woord geven? Zeker. Goeiedag allemaal. Ik ben Barbara Groot. En ik heb dus, zoals Monique zegt, afgelopen 4 jaar mee mogen lopen met... FNO en met een aantal vrouwen, waaronder Risma. En we willen jullie meenemen in dat proces van de afgelopen 4 jaar. En misschien om te beginnen, want we gaan 5 foto's bekijken en daar gaan wij wat commentaar op geven. De eerste foto. Risma, misschien kan je je kort voorstellen en meteen iets vertellen over die foto of hoe jij die... Ja, ik ben Risma Suki. Ik ben ervaringsdeskundige bij VNO en ik doe ook heel veel activiteiten in de buurt. Ik ben leefbaarheidsambassadeur van de buurt en ik deel voedselpakketten aan de gezinnen en ik doe ook kinderactiviteiten in de buurt. Ja, wij ontmoeten elkaar 4 jaar geleden. Ik had je ontmoet via de kerk waar ik mee in contact was gekomen en de eerste bijeenkomst zaten wij hier samen aan tafel. Waarbij we met Raffaella, Marcella en de anderen zaten. Kun jij eens iets vertellen over die eerste kennismaking? Ja, dat was zo bijzonder dat we onze eigen ervaring mogen delen.
En ook van de andere ervaringsdeskundigen, dat wij onze ideeën in kaart kunnen brengen en aan de projectleiders doorgeven, de adviezen. Hoe je de moeders kunt bereiken, hoe je de kinderen kunt bereiken, vooral ook de vaders, dus noem maar op. Ja, want op deze eerste foto zie je dat wij kennis maakten. En dat is ook in participatief actieonderzoek een heel belangrijk onderdeel. Gewoon koffie drinken, elkaar leren kennen. En pas eigenlijk zonder een relatie aan te gaan, ga je verder. En de tweede foto, daarop zie je eigenlijk onze eerste activiteit. Want na het kennismaken ontdekten we eigenlijk van, jullie willen gewoon lekker doen. Jullie willen advies geven. En hier zaten we toevallig met Manu, die ook eerder in beeld was. Kun jij iets vertellen over wat voor adviezen wij aan projectleiders gaven? Manu, ik woon zelf in de Bannen ook. En Manu heeft ook een project in de Bannen. Ik ben Bannen Noord en we wonen in Bannen Zuid. En hoe bereik je de kinderen? Want ik ben makkelijk, ik ga gewoon deur en deur langs. Als ik een activiteit heb, ik klop het aan. Want flyers helpen niet. Die flyers gaan in de prullenbak. Mond op mond, ja, je gaat deur en deur langs. En zo bereik je de kinderen. Gewoon bijbetrekken. De ouders gewoon in gesprek gaan. Maar niet met een flyer of zo. Dus zo deel ik mijn ideeën aan projectleiders. Ja. Zo kan je ook verbinden de buurt. Bij mij is rijke buurt, arme buurt. En dan kan je ook verbinden als je persoonlijk gaat in contact komen met ze. Ja, mooi. En ook het leuke was dat je dus ook echt concreet in die wijk woonde waar Manu was en elkaar vond. Maar daarnaast hebben we ook nog 15 andere projectleiders aan tafel gehad. Ik zag dit als een soort onderzoek. Want wij hebben van die 16 gesprekken die we hadden ook allerlei gegevens over jullie adviezen verzameld. Ik heb die opgeschreven als onderzoeker en ook vervolgens weer samen met jullie geanalyseerd. En eigenlijk, dit was een soort methode die ontstond tijdens het onderzoek. Dus het in gesprek gaan met projectleiders was onze methode op dat moment. En daar kwam uiteindelijk een boekje uit voort. Die ook zal teruggekoppeld worden in de mail. Met allerlei adviezen voor projectleiders die vervolgens weer gedeeld zijn. Dan op de derde foto zien jullie ons ook weer in actie. In de zin van er kwam een gesprek over de leefwereld van jullie als ervaringsdeskundigen. En Monique en Angela zeiden ook, we willen eigenlijk zo graag beeld bij jullie verhaal. En dat willen we ook graag delen met de wereld om jullie verhalen breder te verspreiden. En Risma, kun jij iets vertellen over hoe jij het vond om zo met foto's aan de slag te gaan, met verhalen? Ja, bijvoorbeeld, de vraag was, als ik jou 100.000 zou geven, wat zou je doen, een project? Dat zou ik voor mijn buurt zetten. Want als je in Bannen Noord bent, er is niks voor de jongeren, voor de kinderen. Want als ze niks te doen hebben, dan gaan ze overal groepjes vormen. En dan krijg je hangjongeren, dan krijgen ze gewoon een stempel. Oh, Bannen Noord of Bannen Zuid heeft allemaal hangjongeren. Maar de oorzaak weten ze niet. Dus als ik dat geld zou krijgen, dan zou ik in mijn buurt zetten voor de jongeren, voor de ouderen, alleenstaanden, dus noem maar op. Dus mijn hart gaat voor mijn buurt. Dus dat zou ik mij inspenderen hierin. Ja, dat is mooi. Dus mijn vraag was, kijk, projectleiders in de Bannen. Ik noem maar Bannen 1 en Bannen 2. Bannen 2 bereiken ze wel die kinderen op school. Maar je moet ook de ouders kennen van hoe de kinderen is. Komen ze naar buiten? Gaan ze veel op de laptop zitten? Dus mijn vraag was, hoe bereik je die kinderen? Je moet ze in gesprek gaan met de ouders en met de kinderen. Ja. Dus dat was mijn idee. En Over voedsel, ook heel veel armoede is er. Dus ik kom ook als burger. Dat vind ik ook belangrijk. Niet als projectleider, maar als burger, als buurtbewoners, dan bereik je meer. Ja, wat ik het mooie vind is alleen al nu geef je gewoon weer indirect advies. Je vertelt iets over wat er gebeurt in je woning, in je buurt en wat jij ziet. En ook hoe mensen daarmee aan de slag kunnen. En die verhalen, weer die verhalen over jouw buurt en hoe jij zelf het ervaart, hebben we opgeschreven in een boekje. En daarmee zijn we ook in gesprek weer gegaan met allerlei professionals van de GGD, van artsen, van schuldhulpverleners. Dus ook
daar werkte het om samen concreet te werken aan een product, een gezamenlijk product. En net vertelde je ook al iets over foto 4 en dat ging over dat verdelen van geld. Want we hebben eigenlijk een oefening gedaan met elkaar van oké, er is 1000 euro, waar zouden jullie het aan besteden? En toen namen we al een beetje een voorproefje op het nieuwe programma wat eraan komt, waar weer geld te verdelen is en waarin jullie heel graag zeggenschap hadden. En in die oefening gingen we gewoon al eens kijken van nou, waar zouden jullie het geld nu aan uitgeven en nou ja, ook in gesprek met F&O, verschilt dat dan met waar jullie geld aan uitgeven of niet? En misschien nog een laatste, Risma, want bij die vierde foto deden we een oefening. Daar hadden we ook vervolgens nog een aantal eindverslagen van alle projecten hebben we bekeken. En die daaruit kwam, kwamen allerlei gesprekken die we hadden. En ook een lijstje van wat vinden wij nu een goed onderzoek of een goed project voor F&O. Kun jij daar nog iets over zeggen? Van wanneer vind jij iets een goed project? Dat de kinderen betrokken is. De kinderen vind ik belangrijk. Dat is toekomst. De kinderen zijn de toekomst. En ook de armoede. Hoe bereik je die mensen? Ze schamen zich. Ze willen niet buiten zijn verhaal doen. En ik zeg, kom als burger, dan bereik je meer. En als het vooral met ouderen gaat en kinderen in armoede, dan heb ik wel mijn advies. Als dat gelukt is, dan ben ik tevreden. Mm-hmm. Nou, en ook die boodschap heb jij, zoals je ziet op de laatste foto, vaker verkondigd afgelopen 4 jaar. En ben je in gesprek gegaan op webinars, op conferenties toen het nog kon in het echte leven. Zoals op deze foto bij de dag van de participatie. Ja, waren ze wel verbaasd, want ik zeg het gewoon duidelijk waar mijn hart gaat. En ik zeg het duidelijk, kom op voor je buurt. Voor je medemens. Mooi. Nou, en dat is eigenlijk ook wat wij wilden meegeven. Van, nou ja, in participatief actieonderzoek werk van A tot Z. Zoals we in dit geval bij het project van Monique en Angela van A tot Z hebben meegelopen. Acties hebben ontwikkeld die we ook weer in een vervolgprogramma mogen inzetten. Mogen gebruiken de kennis die we hebben opgedaan en ook kunnen toepassen. Ja. Ja. Hartstikke mooi. Enorm bedankt. En Barbara, jij zegt het terecht. Risma, die strooit werkelijk haar adviezen gewoon over tafel. Hele oerwouden zijn er aan flyers verpest omdat ze gewoon in de prullenbak belanden. Je moet gewoon aan de deur kloppen. Het is, ja, het is prachtig om te zien hoe jij zo betrokken bent, Risma. Heel mooi. En ik weet ook uit ervaring hoe fijn het is om... Nou ja, je zit hier op die laatste foto, zit je op een podium. Niet met mij helaas, maar we hebben dat samen ook gedaan. En dat doe je ook goed. Je hebt aan alle projecten weet je adviezen te geven. Dus ja, Monique. Ja, nee, super. Heel trots op Risma. Want, en op alle anderen ook, hè, want ze hebben echt heel veel aan ons bijgedaan. En ons ook heel veel geleerd. Dus af en toe trekken ze dan, jullie moeten duidelijker praten of we doen niet, je moet het gewoon simpel houden, duidelijk. Dus dat was altijd dat is heel waardevol. En we zijn nu alweer druk bezig hoe te kijken van hoe kunnen we met dit panel van ervaringsdeskundigen ook weer in het nieuwe programma verder. En hoe kunnen we dat nog in gaan uitbreiden. Dus daar denkt Risma ook weer heel goed over mee. En ze hebben dus zoals jullie ook zagen al heel erg meegedacht ook over... Ja, stel dat je dan weer een nieuw programma gaat starten, waar vinden wij dan dat geld aan uitgegeven moet worden? En die adviezen die hebben we dan ook weer meegenomen. Net als advies van een heleboel andere mensen. Maar het is heel waardevol om dat zo gezamenlijk te doen. Ja, mooi. Ja. We gaan het straks nog even verder hebben over het nieuwe programma. Ik wilde nog even terug naar Lenneke. Voordat we het geheel gaan afronden, is er hier nog een vraag van Don. En die zegt, bij dit soort onderzoek zijn we, naar mijn gevoel, zegt hij, afhankelijker van de deelname en samenwerking met deelnemers en professionals in vergelijking met andere soorten onderzoek. Welke keuzes of strategieën zou je kunnen toepassen om bij een steekproef zeg maar de bias te voorkomen? Hoe kan je daarop sturen en wil je dat?
Nou ja, ik denk zelf dat het ook heel leuk is om op deze manier onderzoek te doen. Dus ik vraag me echt wel af of dat zo is. Dat je alleen mensen krijgt die want voor mij is het een teken, denk ik, als mensen niet mee willen doen, dan zijn we verkeerd bezig. En dan moeten wij als onderzoekers goed kijken naar wat moeten wij anders doen om te zorgen dat mensen wel mee gaan doen. Dus dan vind ik iets fout. Want mijn ervaring is, als je dat kunt opzetten en mensen zeggen van vind het leuk om hier aan mee te gaan doen, en die vormen dat, gaan dat zelf ook invullen, dat misschien de respons wel juist hoger is met het echt op een goede manier betrekken. Dus ja. Mooi. We hebben ze alle vier gezien. Ja. Is alles aan de orde gekomen wat jij wil dat de mensen thuis hiervan meenemen? Nou, wat ik gewoon ontzettend mooi vind met al deze verhalen die je ziet, is eigenlijk die gelijkwaardigheid tussen ook al die verschillen, hè, en de professionals en de gezinnen en die onderzoekers, die is zo verschrikkelijk belangrijk. En dat je dus gezamenlijk leert en reflecteert en je ziet dus daarmee dat daar gezamenlijk die stapjes worden genomen. En wat ik heel erg mooi zou vinden is eigenlijk, kijk, FNO die financiert dit type onderzoek. En dat is echt uniek, dat we ook gewoon eigenlijk wat meer gaan zorgen dat andere, andere fondsen en dergelijke ook iets meer dit soort type onderzoek gaan financieren. En ook de wetenschappers op te roepen om daarover te publiceren. Dat doen wij ook heel veel. En het is niet altijd even makkelijk. En soms heb je ook een hele grote datasets. Maar het is heel rijk. En je krijgt het ook terug vaak, als je het zo publiceert, krijg je ook terug van, hey, dit is ook heel inzichtelijk. En daar leren we heel veel van. In plaats van als je een voor- en een nameting doet, dan weet je misschien of er iets veranderd is, bijvoorbeeld op een gezondheidsaspect. Met dit type onderzoek ga je ook veel meer zien hoe het werkt en wat er werkt. En dat inzichtelijk maken en delen. En de principes waar Stef het over had, en wat zijn nou belangrijke uitgangspunten waar we mee moeten werken, die kan je daar ook gewoon heel mooi zichtbaar mee maken. Ja, want dat, wel, hè, dat hebben we een paar keer horen terugkomen, ook in de vragen, dat mensen toch zoiets van, ja, maar ik vind het lastig met een subsidieaanvraag, want hoe ga ik dat nou doen? Jouw rapport, hè, daar heb je ook heel goed onderzocht van wat werkt nou en wat werkt nou niet. Dus daar zitten heel veel handvatten en aanknopingspunten om wel je subsidieaanvraag zo in te richten. Het is niet mijn rapport, het is van een heel team, ga het toch weer zeggen. Dat zegt ze elke keer en ik vergeet het elke keer. Sorry, Leon. Ik heb het team niet gezien. Maar we hebben daar met een hele grote groep aan gewerkt in ieder geval. Ja. En het zit ook straks in de bijlagen in de mail. Dus lees dat van voor tot achter, spel het uit en gebruik het. Om gewoon dat participatief actieonderzoek gewoon veel meer te kunnen gaan inzetten. En durf ook gewoon bij nieuwe aanvragen, ook bij het nieuwe programma, durf gewoon dit type onderzoek ook voor te stellen. En geef ook aan waarom dat zo belangrijk is. Ja, ja, mooi. Nou, dat is een mooi bruggetje naar het volgende programma. Het volgende programma. Ja, het volgende programma. Ja, nou ja, we zijn eigenlijk al bezig. Wij starten dus nu inderdaad een programma wat eigenlijk zich weer richt op het verminderen van gezondheidsachterstanden. En waarbij eigenlijk de lessen die Lenneke en haar hele team hebben opgehaald uit het vorige programma meegenomen worden. En we eigenlijk willen gaan zoeken naar hoe kun je nou structureel zorgen dat al die mensen beter en anders gaan samenwerken. Hè, dus dan heb je het over de professionals samen met de bewoners en de beleids. Ja, al die termen vind ik ook afschuwelijk, maar dat is nou helemaal zo. En de beleidsmakers en die onderzoekers. Ja, en daar heb je vaak onderzoekers voor nodig om dan te herkennen wat moet er dan anders. Dat zal centraal komen te staan. En dat willen we in een heel aantal gebieden eigenlijk gaan uitproberen de komende jaren. En hoor ik je dan zeggen, want gebieden, want nu hadden we steeds projecten. Ja, die waren niet altijd, die konden ook van. Wij denken nu dat je echt in een aantal gebieden, gemeentes, dorpen, steden, wijken denk ik eerder van steden, waar je eigenlijk gaat kijken van wat speelt hier nou, wat willen bewoners en professionals hier nou eigenlijk anders doen om die gezondheidsachterstanden te voorkomen. Hebben professionals bijvoorbeeld veel meer ruimte nodig om te zorgen dat ze wel, hè, wat Gera aangaf, sommige mensen wilden wel anders, maar konden vanuit hun opdrachtgever niet. Dus hoe kun je nou zorgen dat je eigenlijk met elkaar leert, hè, niet om anders te gaan werken, dat is eigenlijk een van de. En wat is daarvoor nodig? Dus een iets andere schaal. Het is een andere soort. Het zijn andere soorten projecten die we hiervoor gaan oproepen, omdat we eigenlijk weer een stap verder zijn. Hè? Ja. We willen nu leren. Waar we in het vorige programma heel veel kennis hebben verzameld over hoe werkt kun je dan gezondheidsachterstanden gaan verminderen. En daardoor waren er ook zoveel onderzoeken. En ga je nu veel meer zoeken van, we weten al best wel veel. We weten dat het multidimensionaal is, dat het heel complex is. Dus we willen nu meer gaan zoeken van, dus hoe ga je dat dan
in de praktijk organiseren. Ja. En daar wil je eigenlijk projecten op hebben. Ja. En daar... En dat zal ongetwijfeld elementen als van paronderzoek zijn. Maar we zullen niet zomaar oproepen, kom met je par-idee. Het moet dus wel gekoppeld zijn natuurlijk aan de doelen van ons programma. En we denken wel dat soort elementen overal in terug zullen komen. En als ik nou thuis zit en ik denk, oh ja, daar wil ik meer van weten, dan... Ja, dan kun je... Nu staat zo de programmatekst... Want we gaan dus nu een programma van 10 jaar doen. Niet meer van 5 jaar, maar van 10 jaar. Dus... Want dat is ook een van de dingen die we hebben geleerd. Het is lange adem. Lange adem. Hè? Ja. Lange adem wil je echt wat veranderen. En wil je mensen ook lang kunnen volgen om te kijken van... Nou, wat doet het nou echt met je gezondheid? Want je moet inderdaad soms dan heel aan schulden gaan draaien. Of hè, als je de hele positieve gezondheid... Wat Stef al straks als kader schetst. Als je dat neemt, dan moet je dus eigenlijk aan het hele leven van mensen gaan draaien. Maar je wilt wel monitoren wat het met de gezondheid doet. Dus het programma gaat lang lopen. En we openen nu dus de eerste subsidierondes. En eentje gaat erop dat we echt op zoek zijn naar gebieden die anders willen gaan werken. En eentje is eigenlijk het onderzoek wat zeg maar ons weer moet evalueren. Dus eigenlijk het evaluatieonderzoek van het programma, dat noemde jij net. Ja, meta-onderzoek. Ja, ik weet het anders maar ook het niet. Is gewoon, zeg maar, dat je eigenlijk dat je ook wil weten, wat komt er nou uit? Hè? Ja. We hebben allerlei ideeën, maar je wilt ook, wij moeten ook weer weten, zitten we op de goede weg, of moet het anders? Of, nou ja. Dus dat onderzoek opent ook komende week. Mooi. Ja, mooi. Nou, en als je nou denkt, waar moet ik zijn? Bij FNO. Bij FNO, ja precies. Maar ik wilde eigenlijk toe naar de mail die iedereen krijgt als het klaar is. Want dit is de laatste van 5. Ik vond het geweldig. Vond ze alle 5 mooi. Ik vind dat iedereen heel actief heeft meegedaan. Alle gasten hebben heel intensief bijgedragen. Ik wil jullie bedanken en iedereen thuis bedanken. En nou ja, het was een prachtige reis met elkaar. Zeker. Toch? Ja. Dus ik rond af door te zeggen dat die evaluatie die je zo in je mail krijgt of in je scherm. 5 vragen. Even invullen. Want het zijn er maar 5, zo gepiept. En het helpt enorm. Dus dat even doen. En de mail die je thuis krijgt. Nou, daar zit een hoop in. En het is bomvol. Echt, het is te veel om op te noemen. Onderzoeken, leuke linkjes. Nou, gewoon kijken. Hartstikke leuk. En bedankt. Fijn dat je er was.